Dat begint goed. Helemaal goed. Eerst ga ik praten met Jan Heijn. Jan Heijn Kuipers is advocaat van de van corruptieverdachte ex-douanier Gerrit G. Ja. We hebben een klein overzicht om er even in te komen. Een overzicht van de zaak. Een medewerker van de douane is aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Gerrit G. zorgde ervoor dat containers met drugs niet gecontroleerd werden in de Rotterdamse haven. En hij verdiende daar grof geld mee, want bij zijn aanhouding werd 1 miljoen euro aan contanten gevonden. Justitie eist 16 jaar cel tegen een douanier. Gerrit G. mocht van de rechtbank thuis een proces afwachten, omdat zijn vrouw ernstig ziek was. En hoewel hij terecht staat wegens corruptie en drugsmokkel, gaat hij er gewoon mee door. Dat blijkt uit geluidsopnames die de NOS in handen heeft. Het waren maar huistuin- en keukentips, zei zijn advocaat. Niks bijzonders, allemaal al bekend. Maar het leed was al geschied. Ja, Jan Heijn Kuipers trekt er al zo'n gezicht bij. Van ja, het is allemaal niks aan de hand. Natuurlijk, dat is de rol die je moet hebben als advocaat. Maar eerst even, wat voor een gezelschap is het? Want het is ook een beetje een gezelschap van zwak, ziek en misselijk, heb ik het idee. Nou, dat valt op zich wel mee allemaal. Het zijn, Mag ik wat feiten noemen? Nou, Willem Wietje mocht de cellen uit om zijn bloemenzaken draaiende te houden. Dennis van der Beek kan slecht tegen detentie en wilde naar huis om financiële zaken en zijn scheiding te regelen. Gerrit de Zebra, dat is de man die u nu vertegenwoordigt, mocht naar huis om voor zijn zieke vrouw te zorgen. André van der Haa op vrije voeten gesteld om thuis voor zijn zieke moeder te zorgen vanwege rugklachten. Jimmy R. zijn voorlopige hechtenis is geschort zodat R. thuis zijn getraumatiseerde zoontje kan steunen. Jan R. mocht de gevangenis uit vanwege niet nader te noemen privéomstandigheden. Johan V. in vrijheid gesteld omdat hij na een magenoperatie weer onder het mes moet. Dat vond ik nogal wat. Ik vind die redenen allemaal zeer plausibel. Ja, en vooral na 9 maanden voorarrest. Ze zaten 9 maanden vast. Ja. René F. die zat nog langer vast. Die is zelfs nog uitgeleverd vanuit Argentinië. Dus daar heeft hij ook nog vastgezeten. Dat is ook geen pretje. Maar na 9 maanden voorarrest gaat een rechter een beetje afwegen van jongens, hoe lang gaat het allemaal nog duren? Mm-hmm. En hoe lang gaat het allemaal nog duren? Ja, dat kon de rechtbank op dat moment, dus een jaar geleden ruim, nog niet inschatten. Dus dan wordt er gewoon gezegd, oké, jullie gaan eruit in afwachting van. En ze zijn ook geschorst tot het vonnis. Ja. He, dus niet definitief, maar tot de uitspraak waren ze buiten. Behalve nu dus Gerrit. Ja. Gerrit G. Is ook gewoon, terwijl hij thuis zat, doorgegaan met in overtreding te blijven. Ja, dat is de gedachte die het Openbaar Ministerie heeft. Afgelopen vrijdag via Vlinders Crime werd bekend dat er opnamen waren die waren opgenomen door een contact van een kartel in Colombia. Ja. Een gesprek tussen mijn cliënt en dat contact. En die gesprekken die gingen over van alles en nog wat. Met name voor 98% over oude koek, wat lang in het dossier stond. En een paar zaakjes over wat tips en tricks in het kader van het binnenloodsen van containers. Wat iemand van een kartel allang weet. Dus het was niks nieuws. Nee, toch even. Het was in ieder geval voor justitie voldoende aanleiding om hem weer op te pakken. Ja. We gaan luisteren. Het begint geloof ik met dat hij uitlegt dat als je... er komt eerst iets anders, begrijp ik nu. Nou, dan weet ik het ook niet. Hey, ik heb nog een computer voor mijn werk. Heb je daar nog wat aan? Hoezo? Ik weet niet. Of ik, als zou je dat erin hebben? Nou, in principe denk ik, als je wat kan regelen, iemand die dat kan kraken, zou je misschien even in kunnen loggen. Kijk, ik kon je gewoon in. Ik kon jou... Maar toen zagen ze wie inlogde. Ja, dat zien ze nu wel. Nou ja, goed, dan houdt dat voor een groot deel op natuurlijk. Of je moet iemand hebben die zegt van, je kan mij gebruiken om in te loggen. Maar kijk, ik kan jou natuurlijk over de hele werkwijze in en hoe ze denken. Daar kan ik je natuurlijk scheurvlees of verder over vertellen. Nee, daar heb ik wel 150 in. Altijd. Dat verschil namelijk ziet die kraanmachinist. Die kraanmachinist, die ziet natuurlijk al die lege containers. Ik heb altijd gezegd tegen de mee, kijk tot 52. Tot 52. Ja, maar 150, wat ik zeg, is altijd safe. Even om het duidelijk te maken, dat laatste dat gaat dus over als je drugs stopt in een container met andere spullen, dan is dat eigenlijk gevaarlijker dan als je weinig drugs stopt in een lege container. Die worden niet gecontroleerd en als je maar niet te veel gewicht erin doet, dan ruiken ze ook geen onraad. Klopt. Dat was het laatste gedeelte. Het eerste ging over zijn computer, waarmee hij dus al allerlei verschillende overtredingen had begaan. Is toen in beslag genomen, maar die heeft hij weer teruggekregen. Ja, hij zegt, die heb ik. Je kunt dus met mijn computer misschien nog weer kijken of je naar binnen kan. Want dat is wat hij doet. Hè? Hij bepaalt als een van de douaniers, wordt deze container wel of niet onderzocht? Gecontroleerd, ja. Hij kan containers, zoals het heet, op wit zetten. En als het wit is, wordt hij niet gecontroleerd. Maar garantie is er nooit. Want er kunnen altijd teams zijn binnen de douane, fiat, die een container wel in één keer apart zetten. Ja. En dan is het klaar gewoon. Maar goed, het is voor hem een belangrijke... Hij is een belangrijke pion in dit spel. Hij heeft er ook een hoop geld mee verdiend.
Verdiend misschien wel, maar gekregen niet. Nou ja, er lag in ieder geval al een miljoen aan contanten in zijn huis. Dat wel. Ja, of vindt dat u is dat... afgepakt. Ja? Dat is in beslag genomen. Ja, goed. Misschien krijgt hij het weer terug, net zoals die computer. Kijk, dit is een huis. Het is geen grapje, maar kijk, wat die man daar aan het doen is... die wordt benaderd door die man die jullie horen praten, die andere man. Ja. Dat is een Nederlander, maar die is verbonden aan een kartel. Ja, een Colombiaans kartel, geloof ik. Colombiaans kartel, Medellin. Ja. En die zegt tegen hem van Gerrit, luister eens, wij gaan even zitten. Gerrit heeft geprobeerd om dat af te houden, maar dat is niet bepaald gelukt. Er moest gezeten worden, er moest gepraat worden. Ja. En in dit gesprek, je hoort wat luchtige taal en je hoort wat tips en tricks vanuit Gerrit. En je hoort hem ook die computer aanbieden die dus van justitie afkomt en is teruggegeven waar dus helemaal geen fluit meer op staat, als het goed is tenminste. Ja. Maar hij probeert daar als het ware zijn leven te redden. Hij is al lang blij dat er andere mensen in beeld zijn van dat kartel en dat hij met rust gelaten wordt. Dat is eigenlijk een beetje de sfeer. Toch even Jan-Hein Kuipers. Ik begrijp wel dat u een verdedigingslinie zoekt. Maar A, klonk het niet alsof deze man ontzettend onder druk stond. En B, als deze man nu echt zo onder druk stond... was het dan niet slimmer geweest als hij had gezegd... luister eens, jullie kunnen misschien ook nog dat hele Colombiaanse drugskartel erbij lappen. Jullie van justitie. Mm. Want kijk eens wat hier gebeurt. Ik word benaderd. Ik moet met ze praten. Ze bedreigen me. Ja. Was dat niet een veel betere positie geweest? Ja, ik weet het niet. Als je meneer 9mm wil tegenkomen, is dat denk ik een hele foute manier. Je kunt twee dingen doen. Je kunt de politie bellen en zeggen van jongens, leg de boel af, arresteer die hap. Ja. Je kunt ook zeggen van nou, ik kies voor mijn leven. En kiezen voor zijn leven is dat hij gedurende de hele rechtszaak niks zegt? Ja. Hij heeft in ieder geval voordat ik zijn raadsman was... een aantal verklaringen afgelegd. Dat was al veel te veel en levensgevaarlijk. Sindsdien heeft hij niks meer verklaard. En hij heeft ook op vragen van de rechtbank inhoudelijk... daar waar de rechtbank nog vragen had, geen antwoord gegeven. Omdat hij niet wil dat zijn dochter gevaar loopt. En in eerste instantie ook nog zijn vrouw, maar die is inmiddels overleden. Het is gewoon levensgevaarlijke materie. En wat er hier gebeurt met het uitlekken van gesprekken, opgenomen gesprekken door iemand van een kartel die dat naar buiten brengt. Dat is of afpersing of het is, ik zeg altijd maar, vroeger kwamen de Colombianen met een kettingzaag naar Nederland. En dan lossen ze de boel op en tegenwoordig doen ze het blijkbaar zo. Ja. Eerst jongens goede straffen in de schoenen duwen. En later, als ze vrijkomen, misschien alsnog die kettingzaag. Je weet het niet, maar het is levensgevaarlijk om te praten over kartels en mensen die daaraan verbonden zijn. Wat zou je dan eigenlijk willen voor je cliënt? Dat hij een soort bescherming krijgt of zo? Nee. Ik wil dat hij wordt beoordeeld door de rechtbank. En dat zal ook gebeuren op de merites. Kijk, mijn cliënt is niet een internationale drugshandelaar of een crimineel. Mijn cliënt is iemand die in een bepaalde functie zat. En die met zijn laptopje vanuit zijn huis kon zeggen welke containers wel of niet door moesten. Ja. Net zoals zijn collega's dat konden. En hij is daar in de fout gegaan. En daar kreeg hij in sommige gevallen veel geld voor. Want daarvoor lag er al een miljoen euro thuis. Er werd hem in andere gevallen heel veel geld beloofd. Ik geloof dat hij nog iets van 1,5 miljoen kreeg voor een Chinees transport van grondstof voor ecstasy of zo. Ja, dat zijn de verhalen. Dan misschien niet gekregen, dat geld. Maar het was dus in die zin wel een grote jongen. Een jongen waar miljoenen in omgingen. Voor hem 10 anderen. Op het moment dat zo'n kartel of mensen met wie hij in dezelfde strafzaak zit... een andere douanier of iemand van de field of wie dan ook zouden hebben kunnen bedreigen... dan wel later betalen om die containers op wit te zetten. Voor hem 10 anderen. Hij had toevallig die functie. Wat is het voor man? Het is een hele nuchtere, gekoelde man. Hij kan niet goed zijn emoties uiten. Hij heeft vandaag ook zo goed en zo kwaad als het kon uitgelegd hoe dat... gesprek tot stand is gekomen, wat de sfeer van dat gesprek was. En dan legt hij dat heel nuchter uit. Ja, er zit weinig emotie in. En het is natuurlijk voor een rechtbank wel van belang dat er wordt begrepen hoe zo'n gesprek tot stand komt en wat de bedoeling is van degene die dat gesprek met Gerrit wil hebben. Want daar is geen keuze in. Er wordt gewoon gepraat of je nou wilt of niet. Ja, voor hem 10 anderen, zei je. In een van die gesprekken die opgenomen waren, suggereerde hij ook dat er nog andere mensen zijn die dus werken als douanier, of in ieder geval op die afdeling werken waar hij werkte, die ook nog wel even kan vragen om dit of dat of zus of zo te doen. Ja, dat hoor je, maar je hoort ook, en dat staat ook uitgewerkt in de processen verbaal die we hebben gekregen gisteren nacht, dat hij vraagt aan zijn gesprekspartner van luister, als jij nog iemand hebt, dan wil ik wel, als hij bill of ladings, de papieren voor een container, aan mij kan laten zien, wil ik wel zeggen hoe dat verder moet. Met andere woorden, ik heb niemand, maar als jij iemand hebt, wil ik je wel uitleggen. Ja, dus elke medaille heeft twee kanten. Maar wat er nu gebeurt, dat is uitermate wonderlijk. Oké, wanneer is de uitspraak?
Onbekend. Er ligt nog een bom onder het proces. Want dit is, ja, als ik het heel plat mag zeggen, dit is heel vervelend wat hier gebeurt. Maar er ligt nog een bom onder het proces met betrekking tot de partij van 300 kilo... waarvan justitie in onze zaak, Doucy, zo heet die, zegt... dat daar informatie is geweest op basis waarvan het onderzoek is gestart. Ja, 2012 is dat, hè? Nederland zegt, Doucy zegt 2013. Ja. En Schuurman, dat is een advocaat van medeverdachte Dennis van der Bee... die heeft een stuk ontvangen via weer een andere advocaat... waaruit blijkt dat de Belgen samen met de Nederlanders... met diezelfde container bezig waren in 2012. Ja. Dus ons dossier klopt niet, zachts gezegd. En als dat blijkt, als blijkt dat er gelogen is... dan is de rechtbank daar heel snel klaar mee en staat zich Gerrit zo weer buiten. Oké, we gaan het zien.